Vanavond had de monsteropleiding voor HR-specialisten plaats over lichaamstaal. Lichaamstaal is een enorm krachtig tool om een soort van röntgenbril waarmee dat je de emoties en gedachten van een persoon kunt zien. Als je met een klant bent aan het praten of met een sollicitant en die persoon heeft gekruiste armen, dan gaat er 40% minder informatie naar binnen. Dus let daarop. Hoe krijg je dat open? Wel, je kan iets aanreiken ofwel kan je vragen stellen en de persoon gaat vanzelf een open houding aannemen. De bedoeling van deze avond was om dus HR-specialisten duidelijke tools en inzichten over lichaamstaal te geven, zodat ze beter sollicitanten kunnen interviewen en kunnen zien wie dat de waarheid vertelt en wie niet. Topje van de neus aanraken betekent liegen. Net als Pinocchio. Ooit je afgevraagd waarom Pinocchio zo'n lange neus heeft? Wel, als je leugens verzint, dan gaat er veel meer bloed naar jouw hersenen en dan begint die bloedvaten hier onder de neus te zwellen. En dan kriebelt dat een beetje en dan ga je automatisch daaraan ook krabben. Wat vond je ervan? Heel goed, nuttig. En ja, eigenlijk intuïtief kennen we al veel van wat ze verteld hebben. Dingen die je ook zelf doet waarschijnlijk en ja, dat je daar attent op gemaakt wordt. Steekt u er wat van op? Zeker, zeker, zeker. Er zijn altijd elementen die toegevoegde waarde leveren. Hè? Als je een sollicitant dit ziet doen, dan wil hij praten. Dan wil hij iets vertellen. De lichaamstaal goed te kunnen interpreteren, ga je inderdaad moeten zorgen dat het een tweede natuur wordt. En dat je daar heel hard op moet oefenen om die boodschap er gemakkelijk uit te filteren. Men begrijpt de taal, de language, maar men ziet niet altijd wat erachter steekt. En dus vind ik dat interessant. 93% van onze communicatie is puur non-verbaal. 7% zijn de woorden. Dus er is enorm veel informatie dat we doorgeven met ons lichaam. En als je daar bewuster van wordt en meer mee omgaat, dan kan je heel veel zaken te weten komen over de emoties en de gedachten van de persoon tegenover jou.